Mijn naam is Tessa Kastelein. Ik ben 25 jaar oud. Ik ben trainee bij het waterschap AMA's. En ik ben werkzaam op het project De Energiefabriek, waarbij we energie opwekken uit rioolwater. Ik ben Maurice ten Tijen, 29 jaar. Ik hou me bezig met de Flora- en Faunawet. Wanneer beschermen we dieren en wanneer grijpen we in als we bijvoorbeeld verkeersongevallen veroorzaken of schade toebrengen aan boeren? Mijn naam is Annemarie Bovee, ik ben 22 jaar en ik werk bij de provincie. Het doel van mijn werk bij de provincie is het behoud van de natuur in Brabant. Ik ondersteun boeren, burgers en bijvoorbeeld de ZLTO bij het opstellen van projecten hiervoor. Een trainee doet alle inhoudelijke werkzaamheden die anderen ook doen. Wordt geselecteerd als alle andere sollicitanten die we selecteren. En die is wat ons betreft voorbestemd in het traject waar we het nu over hebben. Voorbestemd om een heel goede functie binnen de provincie te gaan vervullen. Je bent bezig met een hoger doel waarbij je iets kan betekenen voor de burger. En net zoals bijvoorbeeld met het energie opwekken uit rioolwater. Daarmee kunnen de energierekeningen en het energieverbruik van de waterschappen flink omlaag. Ik vind het heel erg belangrijk om me in te zetten, alles waar ik goed in ben en voor de maatschappij. Dus om de leefomgeving van mensen beter te maken en om daarmee bezig te zijn. Het spreekt mij meer aan om iets voor de maatschappij te betekenen. Mijn interesse gaat voornamelijk uit naar het buitengebied. En naar mijn mening sta je daar als overheid dichterbij en kan je daar meer in betekenen dan een commercieel bedrijf. Ik vind het belangrijk omdat we daarmee aan de voorkant goede mensen in huis halen. En je kunt vervolgens mensen helemaal aan het begin van hun loopbaan vormen, kennis laten nemen. Dus voordeel voor de trainees dat ze zicht krijgen op wat overheden doen. Voordeel voor ons is dat we aan het begin van hun loopbaan hun op een prima manier kunnen inpassen in onze organisatie. Niet saai, spannend. Nou, ik ga elke dag met veel plezier naar mijn werk en ik krijg ook de ruimte om allerlei dingen aan te kaarten en dingen ook echt in gang te zetten en te veranderen. Het is heel afwisselend werk. Heel leuk vind ik het. Wij zeggen altijd dat we goed zijn in samenwerking in Brabant. Dit project is een project dat gestoeld is op samenwerking. En ik vind het heel aardig dat het wordt gestimuleerd en erkend door die prijs. Een dikke 8. Een 8,3. Een dikke 10.